Ja, bijzonder goedenavond. Daar zijn we weer, de zesde editie van het Glazen Café Bonnebroek. Dit jaar drie DJ's hier. Dames en heren, geef ze daar eerst eens een applaus. Onze DJ's van vanavond, Sander, Peter en René. Zometeen gaan we nog even een momentje doen met een weegschaal. We gaan even kijken wat jullie nu wegen en hoeveel je zondag bent afgevallen. Of hoeveel je misschien wel bent aangekomen, je weet het nooit, hè. Maar eerst wil ik even de carnavalsvereniging erbij halen. Huub staat daar ergens, want traditioneel sluit de prins jullie op. Maar de voorzitter wil jullie eerst even een woordje doen. Albert, bedankt. Ja. Jongens, allemaal welkom. Mooi dat je er bent. Knontrekkers ook super. Grote getalen. Dat moet ook, want wij hebben ook een speerpunt aangediend bij het Glazen Café. En dan hoop ik dat het een geweldige editie wordt, waar we heel veel geld bij elkaar ophalen, zodat we ook alle goede doelen een bijdrage kunnen doen. Dat zou super zijn. Ik heb net Marlies nog even gesproken, Peter. Hij zegt eindelijk een paar dagen rust en morgen ook een paar kilootjes af. Dus ook gedaan. Wil ik graag namens de carnaval jullie heel veel succes wensen. Wij gaan ervan uit dat het weer een topeditie wordt. We gaan even kijken wat de heren wegen voordat ze het Glazen Café ingaan. Ja, zijn we? het mag voor mij hoor. Sander heeft de weegschaal op de 0 gezet en gaat nu. En we spieken even mee. Monique, noteer je even 92,6. Valt mee, valt tegen? Ik ben ongeveer een kilo zwaarder dan een uurtje geleden. Peter Bolsch staat nu op de weegschaal. Genoteerd. 85,9. Goed genoeg. En tot slot René Stamsnijder. Gaan we ook even kijken wat hij nu weegt. Voorafgaand aan het... Heeft hij die twee bij elkaar opgeteld, joh? Oh nee. 98,6. Nou, en bedankt zo Albert. Goed. Dan is nu het moment Prins Rijnmond II. Om de jongens mee te nemen. Of willen jullie nog wat zeggen tegen de thuisfront? Of ja, je hebt zo meteen 96 uur radio te maken, dus we maken het ook allemaal uit. Tijd genoeg. Zullen wij eens er opsluiten? Ja, doen we. Ja? Ja. Nou, dat moet nou niet. Ja. Nou. Ja. Het is niet anders. Zwaai eens even uit de vier DJ's van het Glazen Café Bonnebroek van dit jaar. René, Sander en Peter. Gaan wij naar buiten met z'n allen. We zijn nu in het Glazen Café. Nog een laatste woord, Prins? Ja, jongens, ik wens jullie heel veel succes en gouden vuur en top wat je doet. Ja? Dankjewel. Nou, Rijnmond, bedankt. Ja. Dan wachten we tot de deur dicht gaat. Dat is het moment echt nu daar. Dan gaan wij er allemaal uit. Ja. Oké. Stel ik voor dat Peter en René ook een microfoon pakken. En dan... Dan gaan we officieel de deur op slot doen. Ik ga proberen om wel met geluid, maar zonder beeld daar te gaan staan. Zo. Nou, luister mee. Dit is de deur van het geluid van het slot. De deur, horen we hier dicht gaan. Ja. Dat gaat wel een beetje. Maar. En de deur zit op slot. Nou, kijk, ik zeg veel succes. Officieel opgesloten. Peter, ben je klaar voor? Ja, jij ook? Ja, ja, eigenlijk wel. Moet wel, hè? René ook? Ja, zeker weten. Nou, heel mooi. Nummer 5 doet het niet. 3. En die doet het ook. De rest die zou komen, maar of die er komt, dat weet ik nog niet. We hebben verschillende teams. We vragen altijd een aantal teamcaptains. We hebben bijvoorbeeld een sportteam onder leiding van Stef van der Velde van het sportbedrijf. We hebben een ondernemersteam onder leiding van Gabriel Urukchoklu van Kreta in het Hookhoes. We hebben een evenemententeam onder leiding van Marianne van der Steeg, directeur Almelo Promotie. Dan hebben we een team van politici onder aanleiding van burgemeester Arjen Gerritsen. En we hebben een team van rechters en mensen uit de rechtbank, van de Griffie en zo, onder leiding van rechter Ulbo van Houten. Gaat het om de beste?
Nou, we merken dat de deelnemers heel competitief zijn en dat ze echt alleen maar willen winnen en daar heel ver van gaan. Er is ook elk jaar wel even gedoe dat ze zeggen dat de knoppen niet werken, de vragen niet goed zijn, maar dat hoort er allemaal bij, vinden wij alleen maar leuk. Dus het gaat eigenlijk om de eer. Nou, we hebben een heel hoog bord neergelegd bij de jury, dus ik denk dat het heel goed wordt. Ik heb er geen missen. Ik heb nog niks gedaan, ik krijg Vraag 10. En ik denk dat het wel wat moet gebeuren om de rechters in te halen. Dus van die kant, handen bij de knoppen. Hoeveel nieuwe sporten worden er in 2020 in Tokio aan de Olympische Spelen toegevoegd? Hoeveel nieuwe sporten bij de Olympische Spelen? De politici weten het antwoord. Fotostudio. Dat is goed. En dan wil ik graag Jeremy Pauwels naar voren en Marjolein Wessels. Ik hoor hem al. Wij zijn heel erg blij dat we de kleinschaalmiddelen toch gaan uitgeven aan kinderen in armoede. Heel mooi concreet resultaat is dat geweest, hè? Ja, heel erg blij. En uiteindelijk is daar één winnaar uitgekomen en die moet ik deze beker gaan geven. En dat is geworden het raadslid van de VVD, Jamie Pauwels. Volgende politicus van het jaar 2017. Wow. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Ja. En ik heb nog bloemen. Je zou zeggen dat iemand die dan even komt brengen of zo. Eerste nieuwe elektrische trein met de nieuwe naam Blauwnet van het Franse vervoersbedrijf Keolis is op 10 december op het Overijsselse spoor geïntroduceerd. Hij is voorzien van veel faciliteiten zoals telefoon- en laptopoplaadpunten, wifi, leeslampjes, zonnescherm, verstelbare luxueuze stoelen en een toilet. Wat is de opzet? De opzet is dat wij in de binnenstad van Almelo meer reuring krijgen. Dat de winkels gevuld worden, leegstand opgeheven wordt. Binnenstad aantrekkelijker wordt. En daardoor meer publiek de binnenstad naartoe halen. Hoe is de animo? Tot nu toe gaat het goed. Ik denk dat we 9 of 10 serieuze mensen hebben die een mooi plan en idee hebben. Dat wordt beoordeeld. We hebben een aantal winkels geselecteerd waarvan de verhuurders mee willen werken. En dat proberen we te matchen. En dat die mensen hun nieuwe winkel, hun plan daar kunnen verwezenlijken. En daardoor ons doel, een aantrekkelijke binnenstad, waar kunnen maken. Doet de gemeente ook een beetje mee? De gemeente ondersteunt ons, de provincie ondersteunt ons. We hebben een ondersteuning door credits, Almelo promotie die ondersteunt ons. Aantal mensen uit het bestuur die dit belangeloos doen. En samen proberen we de binnenstad op te stuwen. Krijgen we andere soort winkels? Ander soort, andere plannen, nieuwe plannen, nieuwe ideeën, ideeën die er nog niet zijn. Vernieuwing. Door vernieuwing komen mensen naar de binnenstad toe. En niet, de stichting gaat vooral niet uit van zoeken naar ketens of dat soort clubs. Proberen mensen die een idee hebben, een droom hebben, die proberen we naar de binnenstad te halen. Dus niet de zoveelste spijkerbroekenzaak? Nee.
Ja, dat kan misschien wel, maar misschien een creatieve spijkerbroekenzaak. Anders dan anders in ieder geval. Daar proberen we op te sturen. Hoe zit het financieel met die voor die mensen? De huren van winkels die zijn de laatste jaren allemaal al naar beneden heen gegaan. We hebben een aantal winkels geselecteerd qua oppervlakte. Van klein naar midden naar groot. Daar hoort een huurgetal bij. Wat het vroeger was, dat is onderhand allemaal door de markt bijgesteld. En die huren die zijn wat dat betreft heel schappelijk. Dat proberen we te matchen aan het plan en het idee wat de mensen hebben. En door op die manier gezonde exploitatie te bedenken. Ik hoor een bedrag van 3000 euro voor een klein winkeltje, klopt dat? Nee, dat klopt niet. De goedkoopste winkel die men zou kunnen huren, die zit rond de 700, 800 euro in de maand. Dus voor sommigen wel te doen? Voor sommigen is dat te doen. Ik denk voor heel veel wel. Alleen dat proberen we nu bekend te maken en dat we op die manier de mensen naar ons toe kunnen krijgen, in gesprek gaan. En zoals nou vanavond, er een aantal goede mensen of kandidaten gaat die zich gemeld hebben. Lichten jullie de mensen nog helemaal door of niet? Ja, we proberen wel zoveel als mogelijk te doen. Alleen tot een bepaalde mate. Het is ook vaak een gevoelskwestie. Het centrale motief in het werk van Jan van Münster is het begrip energie. De energie in dit beeld is niet letterlijk waar te nemen. Het materiaal zelf, zwart graniet en wit marmer, is hier te beschouwen als gestolde energie uit de aarde. Dit werk heet Ik